hek heeft geen tension gehad, want zij was ongelicht. Oké. Okay. Ja, ons lag niet in die oefening, nie. Ik ga nu mijn beslissing maken. En ik heb geluisterd naar beide partijen. Ik heb geluisterd dat jullie goed wel oorhandig het van haar. Sy het wel beloof om te betalen. Ik heb geluisterd naar al die additionele inlichting wat jy in je hoofd beschikbaar gemaakt het. En ik maak een uitspraak wat soos volg is. Nummer 1, het daar 6 maanden voorbij gegaan zonder betaling. Je hebt geen intentie gehad om te betalen. En nou gaan die hof vir jou intentie gee om te betalen. Jij gaan die 2500 rand betalen aan die dame. 2 maanden paiement. Jij begin einde van hierdie maand. Gaan jy haar 1250 rand gee. En die volgende maand 1250 rand. Vir die goed wat wel in jou besitting geneem gewees het. Verstaan ons dit verweerder? Ons verstaan die order nie. Ik verstaan nie. Ik verstaan die order. Baie dankie hoor. Baie dankie mevrouw de Eiser. En die hof wordt vandaag. Staan in die hof. Ik is nogal ontevreden oor die judgment. Want my seun is met sy dame te werken en sy is niks met my tax op te doen nie. Ek is net blij geregtigheid het geskiet. Ek het die saak gewen en ek dank Jolanda Makai. Sy is maar net een drama queen. Ek soek my geld. Wat die chats gesê het, ja, man, 1250 en 1250. Ek is baie bly die hof het vir my gejaag, dankie.